hartelijk welkom op de jeugdafdeling van de Openbaar Bibliotheek Amsterdam. Mijn naam is Marijke Troelstra, ik ben programmeur in het gebouw, dus ik organiseer allerlei activiteiten, waaronder de activiteiten voor kinderen. En ik ben zeer vereerd dat we vandaag de tentoonstelling van Marcus Meesters, jullie hartelijke applaus alvast. Zo, dat breekt de spanning alvast een beetje voor je, hoop ik. Ik ben heel erg trots dat hij mij gevraagd heeft om de tentoonstelling te openen en zijn tweede deel van de Vondelpark verhalen ten doop te houden. Omdat ik het heel leuk vind dat Marcus de traditie in de familie voortzet. Namelijk, we zijn allemaal heel erg artistiek en leuk en knap en begaafd. Zo is dat. En oom Frans, zijn vader, tekende al heel erg mooi. En dus ik vind het ontzettend leuk dat Marcus hiermee doorgaat en stug dit doet. En het tweede boek alweer, heel erg leuk. Hoe heb je de tekeningen gemaakt? Vraag ik me dan zo af, in één keer. Ik begon met de verhalen. En ik ben vervolgens met mijn verhaal, op A4, gewoon door het park gelopen om te kijken van, nou, waar zouden die plekjes nou kunnen zijn? En soms is het andersom, dan ga ik uit van die plekjes. Maar in ieder geval, ik zoek die plekjes op waar ik... En daar maak ik dan een foto van of ik ga er zitten. En daar teken ik dan van die foto maak ik dan een A3 potloodtekening, een schets. Daar teken ik die figuurtjes in. Die ga ik kopiëren, dat je zwart-wit lijnen krijgt. Verklein ik naar A4 en die ga ik dan met een krantje spelen en als Oostindische inkt nog bijwerken. En dan ga ik dat kopiëren op aquarelpapier. En dan ga ik het inschilderen met aquarelverf. En dan scan ik het en in de computer, in het programma, ga ik dat bijwerken. En uiteindelijk heb ik dus het plaatje dat ik voor ogen heb. Ja, kortom, een heel proces. Marcus is een van de auteurs die bij ons in eerste instantie via e-mail zich meldt met een manuscript. Vervolgens hebben we een aantal illustraties van hem toegestuurd gekregen. Daar waren we zo enthousiast over dat we hebben gezegd, Marcus, kom gewoon langs. Laten we gewoon een aantal dingen van elkaar doornemen. En vervolgens is hij bij ons op kantoor gekomen, heel veel tekeningen laten zien. Daar waren we zo enthousiast van dat we zeiden van, nou Marcus, dit moeten we gewoon uitgeven. Daarna heeft Marcus er specifiek voor gekozen om dat in eigen beheer uit te geven. Het is zijn boek, hij wilde dat heel graag puur houden zoals hij dat ook in zijn hoofd had destijds. En wij hebben daarmee geholpen met opmaak, vormgeving, een stukje layout en vervolgens het laten drukken van het boek. Nou is ook nog de vraag, dat vraag je aan elke gerenommeerde schrijver en daar geven ze nooit antwoord op, maar zitten er, ik vraag het toch, autobiografische elementen in dit boek? Ben jij bijvoorbeeld een van deze personages? Ik herken mezelf in een aantal personages. Als Eekhoorn zoveel dingen tegelijk wil doen op een dag dat hij zijn stoel niet meer uitkomt en de dag voorbij zit gaan, daar herken ik me wel in. Mm-hmm. Als Muis grootse plannen heeft en heel veel geld wil verdienen en roem en alles, en gaat helemaal mislukken, daar herken ik mezelf ook wel in. Ja? Ik denk dat mijn vrienden dat ook wel weten, dat ik af en toe bel met het idee van, met mededeling, dat ik nu het licht heb gezien. En helemaal beroemd en rijk met iets gaan worden en dan weten ze al van, nou, dat slaat er helemaal nergens op. Oké, dus dit is eigenlijk echt een wonder dat dit er überhaupt is. Heel erg, ik denk, ik zie mensen lachen, ja, dat verbaast waarschijnlijk heel erg dat ik dus toch iets heb gedaan. Toch iets teweeg heb gebracht, ja, oké. Okay. Ja, je kent jezelf heel goed inderdaad, ja. Muis liep terug de bocht weer om en hij kwam nu voor de tweede keer aanwandelen. Maar dit keer zong hij heel hard, tra la 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 la. Een minuutje later zag een slaperige eend zijn vriend Muis de bocht omkomen. Ha, eend, riep Muis. Leuk je te zien. Hoe gaat het? Gaat wel, mompelde eend met een slaperige stem. Beetje moe alleen, heb net gesport. Daar wil ik het net over hebben, zei Muis. Hoe goed kan jij vliegen? Kan jij hoog vliegen? Niet zo hoog, sprak eend langzaam, omdat hij nog slaperig was. En hij wankelde een beetje naar links en naar rechts. Beetje hoogtevrees. Vlieg daarom nooit zo hoog. Dan zal ik je verder niet lastigvallen, zei Muis. Tot ziens, eend. Rust lekker uit. Dag, Muis, zei eend. En toen Muis de bocht om was, stak hij snel zijn snavel weer tussen zijn veren om aan de tweede helft van zijn middagdutje te beginnen. Waardeloos, dacht Muis. Dan maar naar Kiekop. Als het niet makkelijk kan, dan maar moeilijk. Marcus is enorm gedreven. Er zijn weinig auteurs, zeg ik heel eerlijk, die zo enorm gedreven zijn en zoveel passie hebben voor het werk dat zij aanleveren bij een uitgeverij. Het is zijn werk, het zijn zijn tekeningen, het is zijn verhaal. Marcus heeft echt specifiek voor gekozen om dat helemaal zelf te doen. Er zijn maar weinig auteurs die zeggen van ik pak het op, ik ga ermee de wereld in, zeg maar.
in dit geval in eerste instantie Amsterdam en later daarbuiten. Maar zoveel passie en zoveel energie daarin leggend, dat is redelijk uniek. Ja. Ja, je hebt eigenlijk alweer heel veel verteld. Welke activiteiten heb je gedaan? Maar dat is eigenlijk meer van, wat heb je gedaan om dat ding onder de aandacht te brengen? Of heb je nog meer gekke dingen gedaan? Om het onder de aandacht te brengen was het, maar ook omdat het leuk is natuurlijk. Ja. Dit project is ook omdat ik er leuke dingen mee wil doen. Voor kinderen en iedereen die dat leuk vindt. Ik heb voorlezenwandelingen gedaan in augustus. Waarbij Door het Vondelpark. Door het Vondelpark, langs die plekjes en een speurtocht met de kinderboekenweek samen met een kinderboekhandel en ook bij kinderboekhandels, bij boekhandels, met de kinderboekweek voorgelezen en de kinderen laten tekenen. En dan loop je met een hele club kinderen door het park? Met die voorleesdagen heb ik 3 keer gedaan, ja. En waarin verschilt het nieuwe boek van het oude boek? Deze ken ik niet. Inhoudelijk gaat het eerste boek alleen over de zomer. De verhalen spelen zich in de zomer af. En in het nieuwe boek komen de wisselingen van de seizoenen ook aan bod. Dus het begint in de nazomer. Dan krijg je de herfst en de winter in de sneeuw, ijspret. Dat is het grote verschil eigenlijk. Hebben ze het ook allemaal koud en hebben ze het moeilijk in de winter? Ze hebben het heel moeilijk, heel koud. Gevaarlijk ook af en toe. Met iglo's en sneeuwpoppen en wolven. Wolven in het Vondelpark? Wolven in het Vondelpark. Oké. Wist ik niet. Nou ja, als je met de dieren praat, dan leer je veel natuurlijk. Ja. En het boek is ook iets dikker. Het heeft 20 pagina's meer. 128 pagina's. Oké. En wat heb je uiteindelijk van het hele proces geleerd? Voornamelijk dat je... Dat klinkt dan een beetje zoals zogenaamd wijze mensen dat zeggen, maar dat je dus bij je eigen kracht moet blijven. Want je hebt ik heb ook advies gekregen van je moet het zo doen, je moet dit doen, je moet dat doen. En deed je dan lekker niet? Dat deed ik dan lekker niet. Nee. Ik heb het gedaan op de manier waar ik me veilig bij voelde en prettig vond en waarbij ik dacht van dat kan ik goed. Ja. En ik denk dat belangrijk is dat je als je iets onderneemt dat het goed moet voelen en dat je eigen pad moet volgen. Lijkt me ook. Als uitgever van Free Musketeers ben ik echt absoluut trots op Marcus. Marcus is een auteur waar we heel graag mee samenwerken. Dat doen we dus ook inmiddels al een paar jaar. Marcus is heel gedreven en door zijn gedrevenheid merk je dat wij er ook enorm enthousiast door blijven. En hem ook heel graag blijven helpen met het in de markt zetten van zijn boek. Marcus is zeker, en daar ben ik gewoon heel eerlijk in, een voorbeeld voor heel veel beginnende auteurs. Oké, we hebben hier geloof ik iemand uit de doelgroep die een vraag wil stellen, of niet? Ja. Nou, kom maar op. Waarom heeft eigenlijk waarom heeft Groente eigenlijk geen kleren aan en de andere dieren wel? Dat vond ik ook een hele relevante, prangende vraag. Dat vroeg ik mij ook af namelijk, Marcus. Dat is een hele goede vraag. Ja, dat vind ik eigenlijk ook een hele goede vraag. Hij loopt dus eigenlijk in zijn blootje eigenlijk. Ja. Is dat nou, vast, hij is niet de enige die geen kleren heeft. Kikkop heeft geen kleren aan en Eend heeft ook geen kleren aan. Eigenlijk alleen de familie Muis heeft kleren. Een mol heeft een net pak waarmee hij door de grond heen rent. Af en toe heeft vaderhond wel een stropdas en moederhond heeft wel een jurkje. Maar Doerak heeft inderdaad geen kleren, nee. Vind je dat gek dat hij geen kleren heeft? Wat? Het gek vindt dat hij geen kleren aan heeft? Nee, dat vind ik niet zo gek. Ik krijg niks uit. Maar je was gewoon nieuwsgierig omdat het zo was. Oké, okay. Snap je het nu of niet? Ja. Nou, dat is mooi. Ik zei wel. Okay. Ja, er is nog wel een verklaring. Als ik in het park loop, zie ik honden nooit met kleren. Maar als je heel goed kijkt tussen de blaadjes, dan zie je wel eens een muis met kleren aan. Dat is waar, dat heb ik ook wel gezien. Ja. Een broekje of een rokje, dingetje. Ja, heel gek. Ja. Ja. Je ziet het niet zo maar vaak. Maar je moet heel goed kijken. Ja. We gaan hem vanaf volgende week helemaal landelijk uitzetten. En daar helpen wij absoluut ook mee als uitgeverij. We gaan hem overal bij alle inkooporganisaties aanmelden, bij de groothandel. En ja, zoveel mogelijk in de boekhandel krijgen. En dan niet alleen Amsterdam en omstreken, dus Noord-Holland, zeg maar Utrecht, maar nog verder buiten. Probeer hem echt gewoon ook in Nederland en Vlaanderen heel breed in de markt te krijgen. Voor Mel en Sarah Maan. Welke namen kan ik er zien?